Ik denk dat ik sowieso creatief ben met mijn uiterlijk. Of dat ik niet bang ben om mijn haar te veranderen of mijn kleding of zo. En dat komt denk ik deels uit, oh, het is heel leuk om daarmee te experimenteren. En deels ook uit het soort, oh, ik moet iets vinden om aan vast te houden. Of ik moet controle hebben over mijn uiterlijk, want mijn lichaam voelt niet als mijn lichaam.